En Sportlust staat klaar voor de aftrap. Het wachten is op het fluitsignaal van scheidsrechter Besselsen. Dat heeft nu geklonken. En Sportlust is begonnen aan de wedstrijd tegen DVS 33. Jansen, opnieuw. Speelt daar bijna de bal. Is het Sportlust wat dan toch nog in balbezit kan blijven? Meijering. In één keer bij de tweede paal. Ja, mooie goal. En het is Joufal Cekli die in de 8e minuut de 1-0 voor Sportlust aantekent. En dan, die komt ook nog erg ver. Ja, en dan wordt die bal zomaar overgekopt. En is het een grote kans voor DVS. Na goed doorzetten van Roemejon krijgt Van Wetering een open kopkans. Valt die bal zomaar ergens in het midden. Is het Jansen die de bal op kan rapen. Duisterhof. Even een tikje in de rug van Roemejon. Daarmee komt hij wel in balbezit. Maar weet niet hard genoeg richting de goal van Co te schieten. In duel met twee sportspelers komt hij daar als winnaar uit. Is het zomaar een grote kans voor DVS in de eerste minuut. Patrick brengt de bal bij Bendadi. Bendadi gaat het van afstand proberen. Maar die bal die gaat en naast. En ongevaarlijk voor doelman Huiskamp. Schrever probeert uit te halen. Is het Huiskamp die mistast en is het Jansen die de bal dan verkeerd op de voet krijgt. Kort bij de eerste paal wordt de bal doorgekopt door Patrick. En dan is het Meijering op weg naar de 16. Gaat het nu met een schot van afstand proberen. Dat is niet voldoende om doelman Huiskamp echt in de problemen te brengen. Vrije bal getrapt door Bendadi. Brengt hem in de 16. Joshua Patrick. Doelpunt. Goal. Joshua Patrick in de 61ste minuut. Komt Sportlust op voorsprong van 2-0. Prima vrije trap, Bendadi. Jansen weet de aanval niet in leven te houden. Wordt de bal wel weer veroverd door Sportlust. Is het Patrick. Dacht even met een bekeken schot Huiskamp in verlegenheid te brengen. Dat mislukte. Legt die bal bij de tweede paal neer. Daar staat Roemejon. Maar doelman Co. Die op het laatste moment te horen kreeg dat hij moest gaan spelen vanmiddag. Ligt prima in de weg. Akla. Duisterhof. Mulder die weg weet te koppen. Doelpunt. Nee, ik dacht eventjes aan een doelpunt. Ik denk die draait zo bij de tweede paal erin. Bij de tweede paal neergelegd. Ja, dat is een goede redding hoor van doelman Co. Prima redding. Tati. Dacht daar eventjes Patrick nog weg te sturen. DVS mag nog een keer gaan aanvallen. Van Hilton. Op zoek naar Akla. Maar de bal over de match eindigde. De middag geworden met rug nummer 2. Duval Cekli. Patrick weet de bal te brengen bij Bergfans. Ik zeg balbezit houden. Verder niks moeilijks doen. En ja hoor, dan is het het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Besselsen. Sportlust wint vanmiddag de wedstrijd met 2-0 van DVS 33. En blijft dus nog gewoon meedoen in de top van de derde divisie. Eindigt vanmiddag in 2-0. Volgende week zaterdag speelt Sportlust de uitwedstrijd bij Rijnvogels in Katwijk. Uiteraard hopen we daar weer bij aanwezig te zijn. En hopen wij dat wij u weer mogen begroeten aan de beeldbuis. Ik wens u voor nu een prettig weekend en graag tot volgende week. 5 keer draaien.